Voor onze 5 koplopers is het moment van de waarheid aangebroken. Na 8 weken intensief trainen staan ze aan de start van de Let's Get Fit Run. Met 700 Vlamingen die ook kozen voor een gezond en fit leven, gaan we van start. Vilvoorde is vandaag het terrein van onze koplopers en al hun volgers. En je eigen tempo lopen, dat is belangrijk. Dozeren, Moulamba. Dozeren. De Moulamba moet zich heel de tijd inhouden. Het zweet mij hier al te pittig. Zit niet. Voilà. Dat is mijn steun aan toeverlaat en het duurde 8 weken. Oh, dat is niet makkelijk. Hoeveel liter heb je nu op je rug? Ik heb er 15 op zitten. Zonder de rugzak. Amai. Wilt u nu zien dat kilo's vet zijn? En je hebt ook nog botinen aan, of wat? Ik heb gezegd een volledig geleerd nu. Wat zeg, Dirkje? Zo'n kontje als Moulamba noemen. Moeten we nog een testje meren dit? Allee, ze alles geven! Goed, hè? Het is bezand, hè? Echt waar, ik voel me super gelukkig vandaag. Pas op, pas op! Het speelt rol dat de eerste en de laatste is. Het belangrijkste is dat we samen bewegen. En doorgeven, hè? Kom aan, hè? Want we krijgen drinken als gemakkelijker met te pakken. En terug rechtsmatig. Ik kon niks. Als ik mijn eigen zo terughoor, ik kon niks. Ja. Ik was niks, ik kon niks. Ik voelde me ook niks. En nu? En nu kunnen we de wereld aan. Voilà. Ik had nooit gedacht dat ik zo ver ging geraken. Ik vandaag had mij dat over 8 weken gezegd. Als je dat nu aan het doen ben, en ik zei daarvan. Vangschouder zeker. En een nieuwe start van een nieuw leven voor mij. Nog 3 kilometer! Ik super fier op je video. Ja, ik en op mezelf en op mijn volgers ook. Want dat waren ook allemaal mensen die nog nooit gelopen hadden vanaf. Ja. Come on, Kevin! Hey! Come on! Vrolijke, vrolijke joggers. Vrolijke joggers. Dat zijn we. Jij liegt wel tegen mij, hè? Waarom? Dat is maar een kleine berg op te leugen. Potverdorie. Een hele lange, ja. Dat is maar een klein berg op. Amai, zeg. Ga wel, jongen. We geven niet op. Lukt het? Karakter. Ga niet meer. Hoe is het? Niet meer? Nee, het gaat niet meer. Kom aan. Ik spring ze niet op mijn handen vanuit. Roep je al aan? 30, hè? Ja? Ik ben 72. Amai. Oh. Ik kan niks meer zeggen. Sabin! 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 Het was de kilometer over zich. We zijn een berg opgeknapt, mannen! Yay! En wat ooit onmogelijk leek, komt plots heel dichtbij. De laatste 500 meter, mannen! Ik had dat nooit tegen gedacht dat ik daar ging kunnen testen van mij. De laatste 500 meter. Oh, we blijven duwen, hè, mannen? Hoe ben je ze, man? Sabin! Nog een klein 500 meter. Ah! De finish is in zicht, hè. Hey, ik denk dat ik een gezet erop kan, hè. Kom aan, maar dat zijn de laatste meters. De laatste meters, dikke proficiat. Proficiat voor al diegenen die hebben meegedaan. Zij verdienen hier
alle eer en felicitaties. En voor mij is het een groot plezier even mee te mogen lopen. Je moet mij een keer abraceren. Proficiat. Nu voel ik me een winnaar. Hè. Nu voelt je geen loser meer. Nu voelt je een winnaar omdat je dat kunt. Hè. Zeg, mama heeft nu wel 5 kilometer gelopen. Hè? Ik heb me in jaren zo niet goed gevoeld als vandaag. Echt waar. Ik voel dat week na week groeien. En vandaag is het eigenlijk de apotheose en dat is gewoon super. De Let's Get Fit Run was voor al onze koplopers en hun honderden volgers een groot succes. Da-da-da.